zo? Ja. Oh nee, op deze. Oh. Ja. Onbekende vrienden en geesten van mijn begeleidende gidsen. Ik roep je aan om aanwezig te zijn bij deze openingsceremonie. Die met zijn eigen kunstwerken het gevoel en de harmonie van de authentieke voorwerpen en symbolen van ons cultureel erfgoed in een hedendaags jasje weet te steken. Oh!
Panyaka, Dari, Pusaka. Gebied de geest van deze kris, de kunstwerken, de kracht en de schoonheid te geven die het toebehoort. Wilt iedereen een beetje opletten nu, want er wordt nu gedanst met een wapen. Thank you.
dames en heren, culturen hebben elkaar altijd beïnvloed. Deze galerie heet Galerie IO. En toen ik van deze galerie hoorde, toen zei ik tegen de directeur, de aanvoerder van deze tent, meteen IO. Dat is die nu in de vorm van een koe, waar het Zeus opgericht was. Ja, zei ik. Maar een koe is ook Nandi, het voertuig van de god Vishnu in het Hindoeïsme. En als ik hierop kijk, dan zie ik ook allemaal zaken die op elkaar hebben gewerkt in de loop van de tijd. Culturen beïnvloeden elkaar. Ik werk in een museum voor volkenkunde. Maar als ik hier kom, dan zie ik dingen die in ons museum niet, nog niet of nooit aanwezig zullen zijn. En dat komt omdat er zoveel stromen en stroompjes zijn in de kunst, dat we elkaar niet kunnen bijhouden. En een museum pretendeert al lang niet meer om alles te hebben wat er zo zich in de samenleving afspeelt. Als je hier rondkijkt, en ik kijk hier dan tegenover mij, dan zie ik een prachtig gouden touw. Dat is een beeldenis van een overledene, een portretbeeld uit Turaja, Sulawesi. En die is gehuisvest in een behuizing, zal ik maar zeggen, of een hoek, gemaakt van planken, waarvan ik mij voorstel dat het de kist zal zijn geweest waarin de touw die naartoe naar Nederland is gereisd. En als ik naar de andere zaal kijk, dat heeft Arie Pasma, Nomen est Omen, mij net uiteengezet. Dat schilderij wat als je binnenkomt meteen rechts van de ingang hangt, dan zie je een klein Christusbeeld wat twee grote pilaren als een soort toespeling op Samson, zou je dat zeggen, bij elkaar houden. En Arno Tasma heeft gezegd dat de linkerkant, dat stelt dan Irian voor, of in dit geval zal het Asmat zijn. En de rechterkant is een symbolisering van Nederland, getuige ook de kleuren die gebruikt zijn. Daarboven, boven die pilaar die Nederland voorstelt, is ook uit verpakkingsmateriaal uit Guni, oftewel uit jutezak, zijn woorden geknipt op verpakkingsmateriaal om iets over zee te sturen, Rotterdam en een paar andere tekens. Een samengaan. Vroeg werk van me en dat is eigenlijk niet diezelfde inspiratie. Ja. Nee, het had voor mijn gevoel niet zoveel raakvlakken. Maar het had wel misschien gekund. Het is iets. Het is ook een ontwikkeling uit iets wat. Ja. Een vraagstuk uit Arons vroeger werk. Maar toen ik het bij hem thuis zag, toen was het omringd door een paar stukken die jullie ook hadden. En dat was schitterend. Dus ik denk dat hij toen al de neiging had om zich verwant te gaan voelen, om te gaan groeien met de inspiraties die hij aan de overkant van het grote water zou ervaren. En die inspiraties zullen wij hier ook op andere manier straks beleven. Ik heb begrepen dat het dans, muziek en zelfs een inwijdingsritueel zou zijn. Ik vind het heel plezierig dat ik u heb mogen toespreken. Ik wens u een prettige middag toe en ik dank Abel voor de gelegenheid hier te mogen spreken. Mevrouw, mag ik u hier met Theo deze bloemen ook gaan beginnen? De nacht van Abel. Ja, hartelijk dank voor de doorleefde aanwezigheid. Veel succes! De doofboom Carina Dumais wordt geassisteerd
met twee andere aspirantdogens, Bartje de Boer en Tineke van der Heijden. Ze zal met een magisch ritueel, we hebben altijd opgesteld als u daar ziet. Ik hoop dat iedereen straks een beetje kan zien, dus loop rustig naar voren straks als u die nog meer wilt zien. Dat iedereen daarvan kan genieten. De muziek en de dans die daarbij is, die wordt verzorgd door de dansgroep en de muziekgroep Amiran Kopetjayan met danser Richard Bahaika. Hij zal Javaanse straatdansen uitvoeren, jogget en de begeleiding, de muzikale begeleiding is op djembe's. En voor de rest moet u zich haar laten meevoeren door dit magische ritueel. Het lijkt een geslaagde actie, deze opening. Het is fantastisch binnen. Er wordt ritueel getoond van de Indonesië. Heel erg exotisch. De opening zelf en de expositie is ook heel erg mooi. Fantastische schilderijen. Heel leuk onderwerp. Jullie zijn binnen geweest, ik heb jullie zien filmen. Het is van Rotterdam TV? Ja, in Tent TV. In Tent TV op het jaarkanaal 59. Nou, het is feestje nu eigenlijk in volle gang. Het zijn schilderijen die ik dus gemaakt heb. Inspiratiebron Indonesië, wat primitieve tribale kunst. Een collectie die ik zelf verzamel. Primitieve kunst. Nou, het woord primitief mag eigenlijk niet gebruikt worden. Ik ben veel op reis geweest in Indonesië. Dat is eigenlijk mijn inspiratiebron van mijn schilderijen. En mevrouw Yaya Subrata, die naast me staat, die heeft een heel logisch. Ja. En ik ga dadelijk ook, ze gaat nu dadelijk weer weg, terug naar huis. Ik ga hier aarden als bloemen. En ik ga bedankt, aanbieden. En u gaat door met het feest? Ik ga door met het feest en ik ben ook heel blij dat ze dat voor mij hebben willen doen. Ja. En over en weer ook dingen die hij verzameld heeft en die ook weer invloed tonen van beïnvloeding door andere culturen, meestal Indonesische. Ja. Het is een levende beweging. U ziet, u heeft zijn kunst gezien en dat spreekt u natuurlijk aan, omdat hij ook door Indonesië geïnspireerd is geweest. Ja, zeker. Nou, ik heb hier en daar ook iets van Mali gezien, Afrikaanse kunst. Ja, op de gang heb ik enkele, omdat mijn werk, dat ik niet zoveel werk om de hele galerie te vullen, heb ik wat enkele Afrikaanse werken op de gang tentoongesteld. Dat mag. Dat moet kunnen. Het is één geheel. Er zijn hier nog wat andere mensen. Hier is Rob Klaassen van IO. Die wil ook aanbieden. Ja, ik wil je nog hartelijk bedanken. Niet voor onderweg. Ik denk als je thuis bent. Voor je waardevolle bijdrage. Dank je wel. En mooi. Heel veel succes met de galerie. Ja. Ik vind het een heel sympathieke... Ja, we varen door moeilijke tijden, maar... Dat hoort ook zo. Met deze zegeningen van vanmiddag moeten we toch eind kunnen komen. Ja, absoluut. Tot ziens. Ik ga nu de bloemen aanbieden aan mevrouw Anneke Yaya Subrata. Ik heb erop geoefend, maar ik kan het heel apart achternaam. En ik heb hier ook voor u nog een iets van mijn werk. Cadeautje. Dit geef ik u ook. Ik heb het hier ook opgezet. Cadeau. Bedankt voor het openingswoord. Niets te danken. Oké, graag gedaan. Ik ga weer terug naar mijn gasten. Nou, nu gaan we terug. Dank u wel. Ja, hallo hier. Dag. Nu gaan we terug naar binnen. Daar wordt nog steeds gedanst, andere dansen vertoond. En dan gaan we ook met de andere mensen praten die deze opening hebben bezocht. Kom mee. Ja, oké. Goede
Goedemiddag. Hij heeft fantastische kostuum aan. En make-up ook, dat is prachtig. Dat is echt Indonesisch. Ja, het is een outfit wat bij de doekoens hoort. Nou, heeft elk dorp heeft zijn eigen doekoen, maar ook zijn eigen outfit. En dat is een gewaad eigenlijk, waar je rituelen mee doet. Dus daar doe je dat in speciale kleding. Ja, en dat is de kleding van het dorp? Het is Midden-Java. Het is een combinatie natuurlijk van verschillende dorpjes bij elkaar, omdat het wordt steeds meer islamitisch en dan mag dat allemaal niet meer. Maar dit zijn dus nog de oude doekoens, zeg maar, die dat nog in ere houden. Ja, uw kostuum is heeft eigenlijk in het Museum van Wolkenkunde moeten hangen. Ja, meen je dat nou? Ja, als ik er maar niet bij hoef. Nee, dat is echt mooi. En dat is toch een hedendaags iets wat nog steeds in Indonesië door de Indonesische mensen echt met de hand gemaakt wordt. Dus het is echt de oude artistieke het verven van kleding. U bent danseres? Nee, ik ben een doekoen. Een doekoen, dat staat voor een tovenaar, sjamaan. Laat ik het zeggen, dat zijn gewoon vrouwen of mannen die bezig zijn met iets anders dan het aardse gebeuren. Dus ook kruiden maken. Je kan het ook een sjamaan noemen, je kan het hekserij noemen. En dat is uw levensstijl? Het is een deel van mijn leven, maar voor de rest ben ik toch gewoon overdag secretaresse, hoor. Oh, ja. Ja. Maar dat is heel interessant, want hoe combineert u dat met het moderne leven die u heeft in Nederland? Gaat heel goed. Het is net zoiets als de mensen die vreselijk katholiek zijn en elke zondag naar de kerk gaan. Die kunnen dat ook goed combineren. En wij als doekoens kunnen dat ook heel goed combineren. Ja. Ja hoor, dat is, je moet wel met beide benen op de grond blijven staan. U heeft eigen theater of dat groep met u regelmatig optreedt met deze Peter? Sorry, ik stond net voor alle mensen. Ja, u heeft prachtig gedanst. Ja, dat is gewoon waanzinnig. Ja. Dank u wel. Waar heeft u dat geleerd? Dat is via overlevering van mijn familie is dat bijgebracht. Ik heb nooit les gehad. Wat je meekrijgt van je ouders, van je grootouders, ooms en tantes. Dansen, de joggedans, zoals je die hebt gezien, dat is een straatdans die je gewoon intuïtief doet. En dat wordt gedaan op de slammatans, de feesten, geboorte van kinderen, verjaardagen. Gewoon heel, heel intuïtief. Gewoon je gevoel uiten door middel van dans en muziek. Maar wat betekent deze dans? De jogged. Letterlijk betekent jogged dansen. Dus uiteindelijk betekent het niks, maar je geeft op dat moment geef je emoties weer. En op dat moment geef je gevoelens, leg je neer met muziek en met dans. En het is maar net even hoe de sfeer is. En daar pas je dans op. Maar dat klinkt heel modern. Heel ritmisch en levendig. En ja, dat is gewoon net als je kan het gebruiken, deze thema zeg maar, kan je gebruiken voor moderne muziek. Dat kan, maar alle moderne muziek komt voort uit het primitieve van de cultuur. Waarom weer het woord primitief? Waarom gebruik je? Als je de verschillende stromingen muziek hoort, heeft allemaal een oorsprong. En de oorsprong is vaak een primitieve uiting van van muziek, van dans. Maar het klinkt zo vernederend, primitief. Nee, is een compliment juist. Compliment? Ja, eenvoud. Als je eenvoudig bent en eenvoudig kan handelen, is een compliment. Zonder te veel complicaties, gewoon doen wat je wil doen. Maar wat jullie doen is ook een soort kunst. Dat jullie samen optreden, kostuums, alles, de sfeer die gecreëerd wordt, dat is ook een soort kunst. Alles in het leven is kunst, hè? Mijn interviewen is ook een kunst. Nou, nee, dat is minder kunst. Dat is gewoon het gesprek, maar wat het doet, dat is kunst. Wat ik doe, en ik praat dat natuurlijk alleen voor mezelf en niet voor andere mensen, is gewoon mijn gevoel uiten door middel van de dans. En als het kunst is, dan... Maar hoe kwam u hier terecht eigenlijk, hier in de galerij? Ik heb als muzikant heb ik een aantal optredens gehad. En mensen zien mij dansen, mensen horen ons spelen en vragen of we dus inderdaad langs wil komen bij verschillende evenementen, waaronder een opening van deze galerie. Maar ik heb jullie nog niet zien optreden. Gaat het nog gebeuren? Nee, wij zijn gewoon in opleiding bij Carina. Wij doen mee aan de rituelen van Carina. Maar krijgen wij meer te zien vanavond?
aan dans wel. Aan dans wel en muziek ook, maar aan rituelen niet. Niet meer. Rituelen, het is eigenlijk ook geen ritueel wat er vandaag gedaan wordt. Het is een openingsceremonie. Rituelen, dat is verward, dat is veel magischer. En dat blijft eigenlijk binnen de deuren of binnen de groep waar je mee bezig bent. Dat is magie. En een openingsceremonie is daar een combinatie van. Er zitten wel rituele elementen in, maar het is dus niet het geval dat je zegt van het oproepen van voorouderen, die hebben wij dus vandaag gedaan op een hele luchtige manier, omdat het namelijk niet kan met een grote groep mensen, omdat je altijd bezig bent met het oproepen van geesten en niet iedereen is daar happy mee. Dus dat mag ook niet en dat kan ook niet. Peter, kan je dit laten zien? Wat is dit eigenlijk? Dit is mijn doekenstaf. En dat is een staf die ik altijd met me meeneem, zowel met ceremonies als met rituelen. En dat is ziet een beetje scary uit. Nee hoor, dat is het vooroudere symbool, de vooroudere, dus wat er overblijft. Hè. Witte tanden, die ja, witte tanden. Wit, hè? Het is wit. Maar dit wordt gevuld, het wordt eraf gehaald en het wordt gevuld met allerlei kruiden dingetjes van jezelf, van iets anders, waardoor het versterkt. Het is een attribuut, zeg maar, die versterkt de doekoen bij het magisch werk. Ja, dat is prachtig. Heeft u dat zelf gemaakt? Zelf gemaakt. Waar het om gaat is dat iedereen die met rituelen, dans of magie bezig is, alles zelf moet maken, omdat daar kracht en energie in gaat zitten. Is dat zwarte magie dan? Nee, zwarte magie is het niet. Het is, magie is altijd iets wat niet helemaal... ja, het is hartstikke goed, je kan het goed gebruiken, maar je bent altijd bezig met kosmische verschuivingen die jij wil. En dat kan je in de goede dingen doen, maar dat kan je ook in de slechte dingen doen. Ja? En de meeste mensen schrikken ervan, omdat ze het eng vinden, het is onbekend voor ze, terwijl het hun eigen angsten zijn die ze creëren. Het is een heel educatief verhaal, heel prachtig, op prachtige manier verteld. En ja, we hebben heel veel gezien. Bedankt voor de informatie, voor het interview. Nou, wij gaan nog verder met meer mensen praten vandaag. Jij mag ons omkleden. We mogen ons. Nee, nog niet omkleden. Die mensen gaan nog optreden, er wordt geen rituaal meer vertoond, maar wel bepaalde dansen, dus dat gaan we nog zien. Thank you.
wat leren. Ja. Zo mooi is het gedaan. En zo professioneel opgezet met dansers, zangers en andere culturele... Wat? Je zegt niks meer? Nee, ik kijk niet. Ja, ja, ja. En zo werd ik jarig en zo trouwde ik met een prins. Oh, wat was ze lief, wat was ze mooi, van elk wat wild. Ja, klopt. Kunnen jullie
jullie er iets van over vertellen, wat erin zit? Ja. Dat is heel belangrijk. Jawel. Ik zie hier bijvoorbeeld dit balletje. Dat ziet er op zichzelf heel lekker uit. En het is ook heel lekker. Kunt u hier iets over vertellen? Ja, ik ben niet zo moeilijk aan het werk. Hier is het gemaakt. Ik heb het ook zelf gemaakt. Ja. Maar heeft u wel enig idee wat erin zit? Wat er? Vijgen, noten. Noten, vijgen. Proef maar. Dan proef je wat er allemaal in zit. Dit is het balletje, Peter. Ja. Ik zal het balletje enigszins indraaien. Oh ja, dat is humor natuurlijk. Wat een leuk balletje. Dat is een balletje met humor. Ik ga nu. Zes haringen en koeien tiet zo groot. Ze lachten haar tandjes bloot. De vrouw achter de kunstenaar. Waarschijnlijk voor mij zeker heel belangrijk. En er zijn meerdere kunstenaars die natuurlijk een vrouw hebben. De meeste mensen hebben wel een vrouw, hoop ik tenminste voor hun. En daar hoor je altijd weinig van. Nou, mijn Olga is dus wel weer iemand die ik overal bij betrek. Die mijn boeken redigeert, herschrijft, foutjes eruit haalt. Gaan we lekker met z'n tweeën zitten bij de computer. En ook mijn werk. Toch een beetje Theodor, een beetje meer wit. Ik zou daar dat zwart weghalen. Ze heeft toch wel een beetje invloed. En ik luister wel naar haar. Speelt op de achtergrond gewoon echt mee? Bij mij wel, zeker. Zonder haar was ik niet zo ver gekomen. Klinkt een beetje zo. Maar het is echt een tof wijf. De reis. Zo, ja. Het uitgangspunt van een gallery, ja. dat de meeste mensen die over de drempel komen, ja. Is voor mij, ook als Rotterdams kunstenaar, nu bepalend geweest dat ik zelf hier op de markt op een drempel ben gaan staan. Toch naar Indonesië te willen. Ook dat verlangen weer terug naar Holland. Ja, mijn vader had er al 23 jaar gezeten. Want jouw vader was een Hollander, hè? Een Arnhem. Een militair. Een beroepsmilitair van de Kneel. Beroepsmilitair van de Kneel. Ja, en als een speer weer terug rond 47.
Ik zal het maar kort vertellen. Ze ging met een bandoen wonen. Dat heet nu geloof ik Surabaya. En toen kwam Sukarno aan de markt. Bij bandoen is, dacht ik... Is bandoen gebleven. Is bandoen gebleven. Bandoen gebleven. Ja, klopt. Maar wij hebben ook Surabaya gewoond. En in 1949 kwam Sukarno aan de markt. Dus toen moesten we het land uit. En toen vertrokken we linie direct naar Rotterdam. Dus vanaf 1949 woon ik in Rotterdam. 1949. Dus nu wordt het gecombineerd, want het is met elkaar, maar niet tussendoor.
als je het op een gegeven moment kan vinden, vind je het. Maar het is moeilijker, het is gecompliceerder om het dus uit te halen. Ja. Toen dook het nachtleven in van Rotterdam. En ik koos dus voor die twee bouw in plaats van die ene bouw. En ik kreeg een zware verkering met een Ellie Eikenaar. Ellie Eikenaar? S'nachts werkte ik als snackboy in de. Wat nu de Tudorbar is. Seven Seas daarnaast. 16 jaar jongen. En ik zat s'avonds of overdag zat ik dan op de modeacademie. Maar ik wou wel bij de commando's. En hebben ze mij dus geplaatst bij de interdans, de slapste hap wat je maar kan krijgen bij de militaire dienst. Dat was een tegenvaller voor je? Nou, omdat ik dus voor Nieuw-Guinea heb, is helemaal niet waar het lag. En binnen 3 maanden liep ik in Nieuw-Guinea rond. Dat is nu het huidige Erian Jaya, hè? Ja, precies. En daar heb ik dus 7,5 maanden in dienst gezeten, waarvan 9 maanden in de baaiers. Nee, heb ik 6 maanden in de baaiers maar gezeten. Steeds voor hetzelfde, steeds dronken binnen, knokkentijd, laat binnenkomen, broek laten zakken als de vlag omhoog ging, je kent het wel. Je liet je broek zakken als de vlag omhoog. Ja, s'morgens moest allemaal in het glit staan. Dan werd je naam genoemd, moest je gewoon melden. En dat was elke morgen hetzelfde riet, terwijl iedereen wist dat die en iedereen kon elkaar. En zo. Maar als de vlag dan weer omlaag ging, je broek weer omhoog? Dan had ik gezekerd tegen de paal. Nee, echt waar. Ik flikte de meest ondeugende, vervelende in die gasten de ogen. Recalcitrant gedrag had ik. Elke dag hoorde ik het maar weer. 4 dagen streng, 4 dagen zwaar, 12 dagen streng, 8 dagen zwaar, 6 dagen liggen. Dat ging door tot. Maar het mooiste was, na 17 maanden, toen kwam ik een keer dronken binnen en toen heb ik ook mijn naam geweigerd tijdens het wachtlopen. Maar het was al oorlog, want Sukarno nam ook weer Nieuw-Guinea in mijn periode. Dus ik heb 2 keer die gozer op mijn dak gehad. Dat was eigenlijk een hele moeilijke situatie, ook voor Nederlanders. Politiek gezien, was het toch eigenlijk. Ja, daar wisten wij natuurlijk niks van, we hadden getekend voor een jaar, we kregen er allemaal 8 maanden bij. Bang, we
Indonesië reisde. Dit is een... Het zijn hanengevechten op Bali. Ja, dat is uniek, dat is verboden. Er mogen geen buitenlanders komen. Maar ik ben natuurlijk de enige buitenlander, omdat ik een Indonesische jongen ben. Er zaten 2.000-3.000 man, verboden, illegaal. Wordt daarop gewet of zo? Ja, wet. Staan die mensen al met de handen te zwaaien, wet. En de politie komt om het uur langs, dan komen ze dus wel geld ophalen. Geen dierenbescherming? Niks, varkens eten, saté's. Daarachter die mensen zaten allemaal tientallen varkens vastgeknoopt aan bomen. En dan werd de plekje geslacht. Heel de middag saté's eten, elke zondagmiddag illegaal. In de bossen waar de politie bij betrokken is. Dus corruptie volop. Een belevenis. Ja, te gek. Niet te vergelijken met onze westerse cultuur. Nee, niks te maken met Ajax Feyenoord. Niks. Kunnen ze niet tegenop. Dat is Bintan. Dat is een eilandje bij Singapore. Dan moet je overvaren vanaf daar met een vliegtuig naar Jakarta. En daar, je ziet het hier niet, maar er zwermden honderden visarenden boven dat dorp. Woning op palen zie ik, hè? Ja, heerlijk. En die vis rook ook heerlijk daar. Heel erg leuk. Boven is dus Maleisië, een eiland Maleisië, zonsondergang. Had dat jongste ventje daar rechts, die was net in een 30 meter, 20 meter hoge palmboom geklommen om even een kokosnoot naar beneden te gooien voor ons. Nou, daar heb ik een van de mooiste foto's genomen van onze reis. Olga op de achtergrond met die kokosnoot. En hij is gewoon weer uit eigen initiatief naar beneden gekomen. Ja, hop, zonder touwtje rond zijn benen, kap naar boven, kokosnoot naar beneden. Eén voor zijn vader, één voor ons, één voor mij zeg maar. Maar dit is een waanzinnige mooie lucky shot noemen ze dat. Een moment wat je momentopname nooit vergeet en ook iedere dag naar kunt kijken. Dan gaan we langzaam door naar Cochin hier. Dat is de noorden, zuiden van India. Zuid-India. Dat is een stam, Cochin, vind ik, zijn de mooiste mensen in India. Lopen allemaal in de wereld. Heel erg mager, 40, 45 kilo allemaal. Met zijn dansers. En die leren ze weer op hun rug, achter het podium. Steeds kan je de, en aan de achterkant kan je dan bezoeken hoe ze beschilderd worden. Ja, dat is allemaal papier maché. Ook wat hier, dat materiaal wat ze hier gebruikt, wordt ook bij hun daar gebruikt. Klei. Die liggen echt 4 uur gewoon. Plat op hun rug, want het is gesminkt laag op laag. En dan gaan ze een dansen een uur en is het afgelopen. Nee. Ja, ongelooflijk. Zo prachtig, zo mooi. Ja, dat heb ik ook wel van genoten. Dat is heel innig gemaakt. Nou, en dan hebben we hier dus een allegaatje van. Een Balinees beeld, klopt dat? Ja, dat herken ik nog wel. Ja. Dat is de dans van de leeuw of de tijger of de zonnegod en zo. Dat symboliseert geluk en kracht uit. Dat is heel licht. Het lichtste hout wat er bestaat is kurkhout. Dat blijft drijven. En dat beeldje erbij, geloof ik, misschien 2 ons. Dat lijkt heel robuust, maar. Balinees. Ubud, ben je daar geweest? Ja, Ubud geweest, ja. Dit schijnen veel kunstenaars te werken. Je hebt mijn boek nog niet gelezen. Er staat leuke dingen over Ubud. Ik ben nog bij een kunstenaar geweest die de boel tilde. Hoe heet dat boek dan? Van Beurman tot Bali, waar we net een uur geleden ook al over gehad hebben, cameraman. Nee, ik heb het boek wel gelezen, ik denk dat ik 2 of 3 bladzijden over net ben geslagen. Net het boek dicht doen, bij het slapen gaan en de andere dag weer verder gaan. Nou, hier loopt het wel een leuk goed uit. Je zit wel lekker onder de palmbomen te rust. Die schelp is wel grappig, die komt uit... Theo, het einde van het zit erop, zo'n beetje. We hebben een prachtig bezoekje bij je gebracht. We zijn heel blij dat we even bij hem mochten. Hoort bij jou, hoort bij je huis, hoort in jouw omgeving. Uit liefde gegeven. Een van de 8 werken, hè. Dus als de cameraman gewoon mijn kamer neemt, dan komen we alles wat tegen. Ik verklap eigenlijk een geheimtje. Mensen die zitten kijken, die hebben een primeurtje, dacht ik. Ja, het is fris. Het is zo nieuw, het is haast nog nat. Het is nat. Het is nog nat. Ja, het is nog nat. Het is en blauw, hè? Je weet wat de kleur blauw betekent, hè? Spiritueel is dat heel diep. Ja. Prachtig. Ja, en ik zie hier de lama, Dalama. Die ga ik eind september opzoeken in Dar es Salaam in Noord-India, boven Delhi. En ik probeer op een van zijn lectures te komen. En ik wil die man een keer ontmoeten. Ik moet hem ontmoeten. Ja, dat is je doelstelling. En dat gaat zeer binnenkort gebeuren. Als ik goed verkoop, dan...